In het boek Adem beschrijft Mira Koopman uit Leende wat haar is overkomen sinds december 2001. Ze is in de bloei van haar leven, getrouwd met haar grote liefde Fedor en 7 maanden zwanger. En dan rijdt haar man tegen een boom en belandt in een diepe coma. Ja, Mira is hier van harte. Welkom, Mira. Dank je. Je hebt al moeite om er naar te kijken, zie ik. Het is ook een ontzettend heftig verhaal natuurlijk, hè? Ja, ik sta ervan te kijken dat het me steeds weer raakt. Soms denk je van, ik ben er nu wel klaar mee, maar dat ben je eigenlijk nooit. Nee, blijft want we zijn inmiddels 12 jaar later, maar dit blijft gewoon natuurlijk. Ja. Ik kreeg op een gegeven moment het nieuws te horen dat jouw man, Fedor, een ongeluk had gekregen. Ja. En toen? Toen moest ik met een rotgang van Noord-Holland naar België zien te komen. Omdat ik op dat moment in Amsterdam verbleef bij vrienden. En zijn ongeluk was gebeurd onderweg naar zijn werk in België op een zondagmorgen met gladheid. En ja, het bleek dat het heel erg slecht ging met hem, maar hoe slecht wist ik niet. We moesten gewoon zo snel mogelijk daar naartoe. Dus ik met mijn vrienden de auto in en naar Genk gereden die ochtend. Wat voor man was Fedor? Een hele vrolijke... midden in het leven staande, heel sportieve jongeman. Ja. Hij raakte in een diepe coma, daar kwam hij uiteindelijk weer uit. Ja. En wat was toen het verhaal, zeg maar? Wat kon hij nog, wat kon hij niet meer? Ja, het bleek na ongeveer tussen de 6 en 9 maanden heeft hij in coma gelegen. Omdat er natuurlijk verschillende coma-schalen zijn. Dus het is niet zoals in de film dat ze in 1 keer wakker worden en het bed uitstappen. Daar hoopte ik wel op, maar dat bleek al heel snel dat dat niet het geval zou zijn. Omdat hij hele zware hersenstambeschadiging had. En daarnaast ook heel veel andere beschadigingen door de knal van het ongeluk. En toen bleek dat hij alleen nog maar met zijn ogen kon knipperen voor communicatie. En niets meer bewegen. Dus hersenstambeschadiging en met locked-in syndroom als uiteindelijke diagnose. Ongelooflijk. Hoe oud was hij toen? Op dat moment? Hij was een week voor het ongeluk was hij 30 geworden, begin december 2001. En ik was ook 30. Ja. En je was zwanger? 7 maanden? Zwanger van Isa. Ja. Ja. En dat wist hij ook. We wisten dat we een dochter kregen. En we hadden ook al de naam bedacht, samen. Dat was eigenlijk zijn idee, Isa. In combinatie met zijn achternaam. Stavast. En, Hij heeft geweten dat hij vader zou worden van een dochter Isa. Dus in mijn beleving is hij daarom nog even gebleven. Inderdaad. Heeft Want op een gegeven moment moest jij bevallen. Ja. Toen is jij ook nog gevraagd van, goh, wil jij jouw man daarbij hebben? Ja. Daar heb je ook voor gekozen om dat niet te doen. Nee, dat ging ik niet doen. Ik had gewoon zin om het met mijn zus te doen. De bevalling. En dat is een beetje broekje zelfbescherming ook geweest. Want ik denk, wat heb ik eraan als hij naast mij gaat liggen op een stretcher in coma en geen idee wat er in hem omgaat. Want de ogen zijn wel open, maar meer was er niet op dat moment. Nee. Dus ik dacht, nee, laat mij maar even gewoon gescheiden van Fedor op dit moment. Ik heb er toch niks aan. Het klinkt wat hard, maar daar koos ik voor op dat moment. Dat was de realiteit. Ja, was de realiteit. En ik heb het toch heel erg leuk gehad met mijn zus Moni. Ja, hoe bizar dat ook is. Ja. Uiteindelijk kun jij haar dan... Ook jouw dochter kun je natuurlijk laten zien aan je man. Wat gebeurt er dan? Ja, dat was natuurlijk heel vreemd. Dat ik in een rolstoel met mijn dochter op schoot. Mijn zus die me duwde richting Fedors kamer. En de zusters hadden al gezegd dat wij aankwamen met Isa. En ze zeiden van hij lijkt te reageren. Dat weet je natuurlijk nooit zeker. Maar toen ik binnenkwam met Isa en zijn oogopslag zag. Was het voor mij wel duidelijk dat hij zeker... daarvan iets meekreeg. Dus maar dat is, ja. Hoe moeilijk is dat ook voor jou dan op dat moment? Ja, verschrikkelijk. Het was echt verschrikkelijk. Ik was ook pas dag 2 naar Fedor toegegaan. De eerste dag wilde ik in mijn roze wolk, op mijn roze wolk in de roze kamer blijven liggen. Niet zozeer. Ik denk, laat me nog maar even niet naar Fedor gaan. Ja. Laat ik de realiteit nog maar even voor me uitschuiven. Want hoe lang heeft die periode geduurd, zeg maar? Dat hij toch vrij diep in coma was? Tot het moment dat hij eigenlijk een beetje kon communiceren ook met zijn ogen? Communiceren met ogen was begin oktober het jaar daarna. Dus dat was toch echt wel 9 maanden later. Ja. En in de tussentijd moet jij natuurlijk door met je leven. Ja. Ging dat?
Nee, in die periode nog niet. Die periode draaide alleen maar om naar Vedo toe gaan, Isa verzorgen. Redelijk snel ook wel werk opgepikt, omdat ik daar gewoon zin in had. Mm-hmm. En op een gegeven moment, ja, na een half jaar begon ik... Ik weet niet meer precies wanneer het was, na verloop van tijd denk je wel van ja... En nu ik weer. Ja, en toen, maar dat inderdaad, want hij kon op een gegeven moment communiceren door middel van een letterbord. En jij gaf hem ook eigenlijk aan, ik wil wel een beetje verder met mijn leven. Ik wil wel even weer een beetje om me heen gaan kijken en een beetje door. Ja. Hoe reageerde hij daarop? Ja, hij begreep het wel, zeg maar, dat ik verder wilde kijken. Ja, kwam het eigenlijk wel een beetje op neer. Ja. En maar het was wel heel erg pijnlijk om dat samen te bespreken. Want ik zou altijd met hem getrouwd gebleven zijn, absoluut. Zijn ook nog samen op vakantie geweest en al? Ja. Via een eigen in het leven geroepen stichting hebben we geld kunnen inzamelen om leuke dingen met en voor Vedo te doen. Ja. Bijzonder hoor. Ja. Uiteindelijk, hij heeft eigenlijk een beetje genoeg van het leven. Hij wil niet meer verder, hè? Hij kan klopt. Natuurlijk niks, het brengt hem nergens meer. Ja. Dan komt weer een belangrijke en moeilijke keuze. Ja, ik schrok daar heel erg van. Dat hij zelf met de letterkaart speelde, dat hij het niet meer volhield zo. Zo heeft hij het letterlijk gespeld tegen zijn eerstverzorgende op dat moment. En ik had er eigenlijk geen idee van. Maar dat was meer kop in het zand praktijk van mijn kant af. Want natuurlijk is het leven niet meer leuk. Nee. Nee, als je er zo bij zit. Dat is echt in Vedo's geval dan. Ik kan alleen voor zijn geval spreken. Maar het was echt... hij had gewoon echt niets meer aan het leven. Als je niets meer kan, maar wel alles bewust meekrijgt. Oké. Want hoe dat verder afloopt, dat laten we even in het midden. Want het is allemaal beschreven in dit boek. Je hebt jouw verhaal beschreven. Waarom wilde je dit zo graag vastleggen? Ja, in eerste instantie voor onze dochter Isa. Dat zij een bundeling heeft van wat er toen allemaal gebeurd is. Ze was veel te jong om het zelf bewust mee te maken. En gaandeweg mijn schrijverij, zeg maar, dacht ik van... misschien hebben andere mensen er ook wel iets aan. Over, ik heb toch wel een aantal maatschappelijke issues aangekaart... die volgens mij wel de moeite van het delen waard zijn, inderdaad. Denk ik. Nou goed, we mogen een aantal exemplaren weggeven. Je kunt een mail sturen met jouw motivatie naar onderonsprijs@omroepbrabant.nl. Dankjewel voor jouw verhaal. Dankjewel.